Het allereerste jeugdteam van Ajax dat kampioen kan worden is Ajax C2. Het team dat qua resultaten verreweg het best presteert. Want alle competitiewedstrijden dit seizoen werden gewonnen. In beide Wormer op bezoek bij AZ moet die titel worden binnengehaald. En de eerste kans in de wedstrijd is voor Keanu Hoever. Een mooie vrije trap eindigt op de lat. Het is de eerste waarschuwing van Ajax aan het adres van AZ. Dat onderaan bungelt in de competitie en dus wel verslagen moet gaan worden. En hier, na 20 minuten spelen, komt Ajax op voorsprong. Het is Sontje Hansen die afdrukt naar dit mooie balletje van Naci Unuvar. Complimenten van trainer Willem Wijs. Ajax op voorsprong. Na een moeizaam begin waarin de ploeg wat zenuwachtig oogde. Maar hier komt AZ met een opgelegde kans, maar hij gaat er niet in. Kewal schuift hem tegen de buitenkant van het zijnet. Was ratie kwijt. Maar nog geen half minuut later hier de volgende kans voor AZ. Een prachtige pegel onderkant lat en niet over de doellijn. Twee flinke waarschuwingen van AZ aan het adres van Ajax. Maar dan is hier weer Sontje Hansen. Sontje Hansen neemt hem goed mee en scoort weer. Hij zet Ajax vlak voor rust op 2-0. En dat lijkt een veilige marge op weg naar het kampioenschap. En 1 minuut na rust is hier weer Sontje Hansen. Dit keer doet hij het nog mooier. Een schitterend lopje van Sontje Hansen. De vlag voor buitenspel ging even de lucht in, maar dit doelpunt gaat door. De hattrick van Sontje Hansen op prachtige wijze. En dan gaat Ajax door. Hier is weer Hansen. 3 doelpunten dus op zak. En naar de grond gehaald door de doelman van AZ, Daniel Deen. Een terechte beslissing. En Neraicio Casanvirjo zet Ajax op 4-0 vanaf 11 meter. De titel is wel binnen. Het is alleen de vraag hoe groot gaat de score uitvallen voor het team dat altijd zo goed voetbalt, veel kansen creëert en veel scoort. Een prachtig schot van Ibrahim El Kadiri. Een bal die maar blijft stijgen richting de kruising. En met een geweldige curve. Wat een schitterende goal van Ibrahim El Kadiri. En het staat 5-0. Dan is AZ met een man minder door een rode kaart. En is hier weer El Kadiri. En maakt hij zijn tweede en de zesde van Ajax. Het gaat snel in de tweede helft. Ajax vele malen beter en het scoort erop los. Bijna elke kans is een doelpunt. Max de Waal met een goede paas. Sontje Hansen, niet zelfzuchtig, geeft de bal aan Naci Unuvar. En hij maakt ook een doelpuntje deze wedstrijd. De nummer 10 van Ajax. Dan is hier Max de Waal. Ingevallen, heeft heel veel ruimte en schiet dan maar eens. En wat een pegel van Max de Waal. Er wordt hem geen stroopbreed in de weg gelegd, maar dan moet je hem zo toch nog maar eens tegen de netten knallen. Max de Waal lukt het. Maar niet alles is raak. Dit schot van Ian Beelen eindigt op de lat. De tweede keer dat Ajax de dwarsligger treft. Ajax gaat verder. Hier is weer Ian Beelen om de keeper heen en een schitterende goal. Prachtig gevoetbald, een zaalvoetbaldoelpunt van Beelen. En dus is het wachten op de dubbele cijfers. Nog eentje is er nodig om de team te voltooien. El Kadiri wordt mooi weggestuurd. Legt breed, daar is weer Naci Unuvar het eindstation. En hij zet de 0-10 op het scorebord. En dus kunnen de bloemen wel neergezet worden, dat is duidelijk. Het slotakkoord in de laatste minuut komt weer van Naci Unuvar. Krijgt hem hier en lepelt hem heel mooi over de doelman in de verre kruising. Een prachtig laatste doelpunt in de wedstrijd waarin zoveel mooie doelpunten vielen. Naci Unuvar zorgt voor de 0-11. Een monsterscore bij AZ Ajax. En Ajax C2 is de eerste kampioen van de jeugdopleiding. Super mooi voor die gasten natuurlijk. Super trots op ze. En heel belangrijk denk ik dat we gespeeld hebben volgens onze principes die we belangrijk vinden.
En daarnaast zie je dat dit team ook gretig is en goed kan samenwerken. De bereidheid heeft om voor elkaar dingen op te lossen. En ja, het lange, harde samenwerken, dat komt er nu uit en dat is heel mooi om te zien. Ja, goede wedstrijd. Eerste helft komt beter. Daarna zeker tweede helft goed opgepakt en goed gespeeld. En hoe voelt het om kampioen te zijn? Dat is zeker mooi. Zeker mooi. Ook met een goed resultaat. Dus. Lekker terug de bus in straks. Ze zijn eigenlijk het hele seizoen ongeslagen geweest. 18 wedstrijden, dit was volgens mij de 19e. En dat is overtuigend op zich. Maar daarnaast nog veel belangrijker, denk ik, op een indrukwekkende manier. Met wat ik al zeg, het belangrijke spelprincipes. Veel goals, veel mooie acties, hoog ritme wat je speelt. Ja, en dan kom je tot uitslagen en voetbal zoals dit. Elke wedstrijd ongeslagen. Ook geen gelijkspel, dus ongeslagen. Ja, wat voor seizoen was het voor jullie? Een makkie, maar we moesten wel veel voor doen. Zoals? Hard trainen. Hard trainen elke week. En zaterdag, ja. Het is gewoon een toetje van de hele week. Prank. En hoe viert de Z2 een kampioenschap? Ja, dat is wel als de beste.